voelt het om weer terug te zijn in Nederland? Ja, prettig om weer dicht bij familie te zijn, bij vrienden te zijn en weer Nederlands te kunnen praten. Is zeker prettig. Ja. Was het een bewuste keuze? Ja, zeker. Ik heb het buitenland gespeeld een jaartje, niet zoveel gespeeld. En weeg af om daar te blijven of in het buitenland te blijven of om toch terug te komen. En ik heb ervoor gekozen om terug te komen. Ja. Je zegt niet zoveel gespeeld. Hoe zag het eruit daar in Slowakije? Ja, het leven was gewoon goed. Dat was gewoon goed. Alleen, sportief was niet best. Dus dan werkt het niet. Nee. Dan heb je een transfer deadline. Wanneer kreeg je eigenlijk te horen dat FC Os geïnteresseerd was in jou? Ja, het was al een tijdje. Zaakwaarnemer zei het wel een tijdje. Alleen, ik had andere dingen die liepen. En... Excelsior? Ja, dat klopt. Maar hoe is het dan uiteindelijk afgerond dat je naar FC Os ging? Ja, de laatste dag ging het steeds niet door. Ging het niet door. En toen heb ik gewoon wat nog nagedacht. En ja, bewuste keuze om. En de trainer gesproken natuurlijk. En directie. En het gaf mij een goed gevoel. En om plezier weer te vinden. Lekker te voetballen. En daardoor ben ik natuurlijk teruggekomen. Ja, wat gaf dan de doorslag? Ja, het is alles een heel plaatje eigenlijk. Ik denk naar Nederland. Ik kan weer lekker voetballen. En mensen geven iets vertrouwen. Dus dat is wel de doorslag. Ja. Qua naam. En met jouw naam ben je best wel een grote speler. Hè? Voor het kaliber UPL League. Vind je dat zelf eigenlijk ook? Ik zie het zo. Ik heb wel hoog gespeeld. Maar ja, natuurlijk, als je het plezier verliest in het spelletje. Dan wil je gewoon lekker weer die bal voelen. Grasrijken, kunstgrasrijken. Natuurlijk, dat is gewoon het lekkerste wat er is. Ja. En dan kies je gewoon voor het voetballen. Wat zijn dan jouw doelstellingen? Naast natuurlijk veel speelminuten maken. Waar wil je staan aan het einde van dit seizoen? Wil je dan weer terug naar de Eredivisie? Of hoe zie je dat, Fro? Ja, dat denk ik op dit moment niet aan. Ik denk dat ik mag gewoon spelen. En kijken waar we natuurlijk hard werken. Je hebt wel een doel natuurlijk, maar ja, die hou ik liever voor mezelf. Alleen ja, nu gaat het erom gewoon lekker te spelen. En lekker weer plezier terug te vinden. Tot slot, wat waren eigenlijk de reactie van je omgeving toen je bij Os ging tekenen? Ja, sommigen waren blij dat ik weer terugkwam. En zeggen gewoon lekker weer je plezier terugvinden en spelen. Ze hebben je gemist. Ja, zeker weten. Ik heb ze ook gemist natuurlijk. Ik ben blij om terug te zijn. Dat is het belangrijkste. Doe je best. Dankjewel.